Yo jongens en meisjes, mijn naam is Brent of Toa Brekke en welkom bij weekvlog 35. Oké, het is woensdag. Gisteren heb ik eigenlijk niet gefilmd omdat ik last had van migraine. Dus mijn excuses dat ik toch een dag heb moeten skippen. Nu ga ik toch proberen elke dag een update te geven van hoe dat mijn dag is geweest. Ik ben net klaar met mijn thumbnail te maken voor weekvlog 34. Dit is hem dan. Ik vind hem redelijk goed gelukt. Alleen met de hek was het eigenlijk redelijk moeilijk. Maar ik denk dat het wel redelijk goed is, denk ik dan. Ik ga hem zelfs online zetten en ja, voor de rest, ik ga zelfs douchen en dan gamen. Maar ja, gisteren had ik echt last van migraine en dacht ik van ik ga gewoon niet filmen. Ik kon ook gewoon niet filmen. Ik was weekvlog 34 nog verder aan het bewerken omdat ik, ik moest die spullen dan gewoon gaan halen. Dus ik heb dan even aan de weekvlog gewerkt, maar ik kreeg het er gewoon niet af. Of ik moest echt wel tot laat in de nacht werken. Dus daaraan werken en ja. Gisteren heb ik er dan toch aan gewerkt, ook al had ik migraine, had ik toch zitten te knokken tegen mijn hoofdpijn. En het is afgeraakt. Ik hoop dat hem ook goed is. En ik ga hem dus zelfs ook online zetten, dus ik ga straks wel weten of dat hem goed is of niet. En ik heb mijn knolpower trui al aan. Oh, hij zit echt goed. Ik weet niet dat ik het veel in beeld mag tonen, maar ja. Voor één keer mag het wel zeker. En ja, ik heb echt zin in deze week. Zeker in het weekend, want dan verjaar ik op zondag. Maar ze hebben een verrassing voor mij op zaterdag. Dus ik ben al de hele tijd aan het proberen te raden. Maar ik krijg er niks uit. Ik krijg er niks uit. Maar ik denk, moest ik het geraden hebben, ze zeggen van, allee, jij hebt het geraden, dus ja, dan zou ik het ook niet leuk vinden. Dus dat is eigenlijk iets negatiefs aan mij, dat ik dat probeer te raden tot als ze het echt zeggen, maar dan vind ik het ook niet meer leuk. Dus ja, ik ben blij dat ze nog niks zeggen, dus ja, ik ben gewoon iemand, ja, ik wil graag de verrassingen weten, ook al is dat geen verrassingen meer. Jammer genoeg kunnen we niet echt heel veel meer doen, aangezien er nog altijd corona is. Dus ja, heel jammer. We kunnen niet veel doen. Gisteren kwam het besef dat zondag, eigenlijk om 9 mei gewoon, dat dan een jaar geleden is dat ik 24 uur live ben gegaan tegen corona. Het was wel een hele goede livestream. De kwaliteit kon beter en zo, maar ik heb veel interactie gehad en zo, dus ik ben daar blij mee. Ik heb wel moeite gehad, want ik viel wel bijna aan slaap. Dus ik had wel geluk dat ik snoep had gekregen, dat ik daar wel suikers van had. Maar anders was het echt oei oei, dan had ik echt moeite gehad. En ik had wel een paar momenten dat ik even zo... En dan zo, oh, ik ben nog altijd live. Dus ja. En er komt sowieso nog wel eens een 24 uur. Dus hou zeker mijn kanaal in de gaten als je iemand, als je een liefhebber bent van 24 uur livestreams, dan ja. Zou ik zeker mijn kanaal gewoon in de gaten houden. Maar voor nu ga ik verder mijn video online zetten. Allee, ik weet eigenlijk niet, is hem eigenlijk al op mijn volledige HD-versie gaat hem nog niet zijn. Dat snap ik. Want dat heeft eigenlijk, dat heeft eigenlijk al een hele dag zitten uploaden totdat mijn HD-versie verwijderen. Maar nu staat het op 1080p 60fps, dus ik kan hem eigenlijk al uploaden. Dus ik ga dat ook doen, dus ik ga niet wachten totdat het eigenlijk 2K is, zogezegd. Maar eigenlijk op YouTube is dat gewoon 1080p blijkbaar, omdat YouTube verwerking is niet zo echt chill blijkbaar. Maar maakt allemaal niet uit. Allee, maakt wel uit, want je wilt wel... Allee, mijn camera is goede kwaliteit, maar dan zou ik gewoon 1080p renderen. 1080p fps... FPS. 1080p 60fps. Als ik dat gewoon zou renderen en zo, dan zou het op YouTube eigenlijk 720 zijn. Dus mijn livestreams zijn eigenlijk... Ik weet niet dat hetzelfde is, maar dan zou mijn livestreams eigenlijk 480p zijn. Denk ik dan. Ik weet niet dat mijn livestream zo is. Als iemand daar verstand van heeft, laat zeker achter in de reacties. Ik luister zeker naar jullie tips of wat jullie allemaal te zeggen hebben. Dus ik lees alle reacties. En ik ben blij dat ik reacties krijg. Want dat is ook een soort van interactie met de kijkers. En ik vind het echt leuk.
zo wat praten met mijn kijkers en op livestreams ook. Dus ik ben binnenkort van zin om terug te livestreamen. Alleen is het gewoon even moeilijk omdat de wifi niet echt heel goed is. Maar voor nu ga ik verder doen. Dus ik hou jullie zeker nog op de hoogte. Het zal waarschijnlijk morgen zijn dat ik terug de vlog oppik. Dus let's go. Ik hoop dat jullie er nog altijd zin in hebben. Want ik sowieso wel. Let's go. Let's go. Let's go. Oké, het is donderdag. Ik ben nu snel een thumbnail aan het maken voor Ashley. Ik moet het snel, maar... ik moet het snel doen, maar ik vind snel is niet goed. Dus ik ga het toch redelijk snel doen, maar... Dat toch goed is. Dus laten we de thumbnail maken. Heel snel, maar goed dus. Hè? Haast en spoed is zelden goed, maar nu moet het wel. Want hij wou het eigenlijk al in de ochtend, maar ja... Ik moet werken. Echt mijn excuses daarvoor. Hij snapt het wel, maar ik snap wel dat het soms frustrerend kan zijn. Dus ja, hij mag soms wel gefrustreerd zijn. Ik snap het allemaal, maar ik denk niet dat hij gefrustreerd is trouwens. Het is echt een goede gast. Hij snapt me volledig, dus echt waar, one love. En ik ga nu de thumbnail maken. Dus let's go, ik hou jullie zeker nog op de hoogte. Hey schat! Zoomt je in met dat ding? Hier daarnaast. Maar ja, Tim. Hier is hij. Met die gewoon. Ik ben. We zijn eigenlijk al even voor de boekje. Maar de Brent is echt de enige dat je nukt. Oké, het is zondag. Ik heb eigenlijk niet meer gefilmd. Vrijdag was ik echt gewoon te moe van het werken. En zaterdag hadden ze een verrassing geregeld. Dus ja, dan vond ik het eigenlijk een beetje ongepast om toch te filmen. Aangezien dat ik wel dacht dat Shakira ging filmen, maar we zijn het altijd weer... Allee... Vergeten, het was gewoon... Het was gewoon, ja... Ik vond het gewoon ongepast. Dus mijn excuses. Maar ik ga wel de dingen laten zien die ik heb gekregen voor mijn verjaardag. Dus ja, laten we eens kijken. Ik ga hiermee beginnen. Dit is van Elgato. Ik word niet gesponsord, jammer genoeg. Ook al heb ik al kei wat dingen daarvan, maar maakt niet uit. Maar dit is voor mijn camera op te zetten, dat ik binnenkort met mijn camera mijn facecam ga opnemen. Dus ja, dat is wel handig dat ik dat heb, want mijn andere statief... ik heb nog een statief, maar die is veel te groot voor op mijn bureau te zetten. Dus daarom heb ik dit gekocht. En het is wel handig, want ik kan dat zo op mijn bureau monteren. Alleen ga ik mijn bureau wel aanpassen. En dan heb ik hier een Marvel lamp gekregen. Dank wel voor eigenlijk iedereen dat cadeaus heeft gegeven en je kijkt nu mijn vlog. Echt dikke shout-out naar u en zeker als je bent gekomen. Dus dit heb ik van Shakira gekregen. En ja, noem me maar kinderachtig, omdat in het begin van de vlog ook al dingen naar boven zijn gekomen. Omdat ik eigenlijk nog echt redelijk kinderachtig ben, maar het interesseert me echt niet. Maar dit linkt eigenlijk naar onze eerste date. Want toen gingen we Toy Story 4 kijken. En ik heb eigenlijk, voor sommige mensen zullen het wel weten, maar ik heb eigenlijk een Toy Story collectie en een Marvel collectie. Want ik ben eigenlijk een serieuze fan van Toy Story en van Marvel. En ja, deze had ik nog nodig, dus ja, nu komt hem er ook bij. En dan heb ik ook nog dit gekregen, een nieuwe licht. En ja, ik heb er één daar staan, maar ik ga er twee naast elkaar zetten. Allee, niet vlak naast elkaar, want mijn camera komt er nog tussen. Maar dat is, ik heb tips gekregen van iemand en die zei van, ik denk dat dat toch beter gaat zijn voor uw belichting. Dus ja, we gaan kijken of dat helpt. En ja, hopelijk kan ik dan echt goede video's gaan maken. Niet dat ik dat nu, alleen dat mijn video's nu slecht zijn. Als ik sommige mensen hoor, ik ga nu niet zelf de dikke nek uithangen. Maar als ik sommige mensen moet geloven, zijn mijn video's nu al goed. Maar toch. En dan heb ik ook nog een mand met drank gekregen. Ja, ik mag dat eigenlijk niet zeggen, maar... Ja, ik drink wel eens graag een biertje. Een biertje. Ja, een Jupilerken of zo. Dus ja, dat heb ik allemaal gekregen. Allee, in die maand zat eigenlijk Sherry Shoef dat ik in de vorige weekvlog al aan het drinken was. En Desperados. Dus ja, ik drink wel eens graag alcohol. Maar niet te veel. Want dan... Maar van deze lamp ben ik echt... Ik ben eigenlijk van alles blij wat ik gekregen heb. En ik heb ook nog andere dingen gekregen, zoals...
wat ik nog rum moet ingieten en dan moet dat jaar trekken. Dat is ook maar gewoon echt een dikke shout-out voor iedereen dat eigenlijk gekomen is. Ik kan eigenlijk zelf wel niet meer op mijn woorden komen. Zo, ik was echt geschrokken van de mensen die... Het was gewoon een geslaagde verrassing. Ik heb die personen eigenlijk al lang niet meer gezien. Buiten twee personen, die waren ook wel mee naar de alpaca boerderij geweest. Maar ik was wel blij dat zij er ook waren. Dus ja, het was een hele geslaagde ding. En chance dat we terug met 10 man buiten mochten. Want anders was het misschien niet door kunnen gaan of zo. Dus ja... Of misschien helemaal anders gelopen. Dus ik ben blij dat de mensen gekomen zijn. En ja. Nu ga ik gewoon alles van cadeaus aan de kant zetten. En morgen heb ik een dag verlof genomen. Omdat ze dus aan mijn huis hier gaan werken. Dus nou, daar wou ik toch wel bij zijn. En morgen, ofwel donderdag. Want ik heb deze week moet ik gewoon 2 dagen gaan werken. En dan heb ik een verlengd weekend. Dus... Ik ga donderdag waarschijnlijk mijn bureau verbouwen. En dan ga ik. Want ik ga mijn microfoon en dit moet dan ook achter mijn tv komen. Maar dat, bij mijn bureau, ik heb alleen het probleem, daar zit een plaat voor. Dus ik kan dat niet eraan monteren. Want dat zijn zo alle twee zo'n dingen dat ik gewoon aan mijn bureau kan monteren. Dus ja, daar moet ik gewoon wel een beetje stukken uitzagen. Dat die dingen wat ik dat kan monteren. Dat ik dat gewoon. Ja, gewoon kan vastzetten en dat achter mijn tv is, dat dat misschien iets beter gaat zijn. Ik ga ook mijn kabels nog eens te goed leggen en zo. Dus ik ga alles dan gewoon eens onderaan pakken. En dan ga ik gewoon terug nieuwe video's knallen, livestreams, alles komt terug. Maar ja, livestreams gaat sowieso nog... Ik ga proberen een methode te vinden hoe dat ik mijn camera kan linken aan mijn pc, dat ik toch mijn camera kan livestreamen. Maar dat zijn allemaal nog dingen, dat is voor in de toekomst. Nu is gewoon al dat mijn gamevideo's goed gaan zijn en dat ik eigenlijk verder moet vloggen. Dat vergeet ik wel vaak. Maar ja, ik ben echt blij met de cadeaus die ik gekregen heb. En ja, noem maar kinderrecht, met Zoeys of met Marvel of zo. Voor mij maakt het allemaal niet uit. Ja, dat was het dan eigenlijk. Ik ga de vlog nu niet afsluiten, want het is nog veel te vroeg. En misschien gebeurt er nog iets, dus ik ga dat s'avonds doen. Maar sorry voor de waarschijnlijk korte vlog weer al. Maar ja, Shakira wou wel filmen. Wou mijn reactie wel filmen, maar... Er zijn een paar dingen tussen gekomen en ik vond het eigenlijk ook ongepast om daar eigenlijk gewoon te vloggen. Terwijl de mensen het misschien niet leuk vinden of zo. Dus ja, ik heb het gewoon gelaten en ik hoop dat jullie mij snappen. Maar het was echt heel leuk, echt. Ik heb ervan genoten. Misschien zelfs iets te veel van genoten, maar maakt dat allemaal niet uit. En binnenkort, ja, ga ik mijn achtergrond van mijn gamevideo's ook veranderen. Ik denk dat er wel nice content gaat aankomen qua achtergrond en zo. Maar dat is allemaal nog voor in de toekomst. Ik ben nu gewoon nog even... Ik moet gewoon alles dag per dag zien wat er allemaal gaat gebeuren. Want misschien gebeurt er iets waar de productie... Wel, de productie, gewoon de dingen met zinnen zo even stil ligt. Maar ja, dat zijn allemaal verhalen voor in de toekomst waarschijnlijk. Dus ja, maakt allemaal nu niet uit. Ik ga nu gewoon lekker een film kijken. Ik was Doctor Strange te strak nog aan het kijken met Shakira. Dus ik ga dat gewoon verder kijken. En dan, ja... Het is slapenstijd, ook al moet ik morgen niet gaan werken. Ik ga gewoon samen met Shakira slapen. Dan is het toch wel... meisjes hebben soms wel graag dat je samen mee gaat slapen. Ook al moet jij niet vroeg opstaan. Dus ja, voor de boys, dikke tip. Maar... dat vind ik geweldig. Ik mag eigenlijk niet uitslaan. Maar ik ga die film kijken. En ik ga morgen... Of nee, donderdag ga ik gewoon alles klaarzetten. En dan kan ik donderdag misschien al films, alle video's maken. Want er staat nog één op de planning, die Police Simulator, wat ik in de vorige week vlog zei. Maar ik weet niet wat dat met mijn gamevideo's zijn, maar mijn vlogs is op een uur op het beste, echt op de beste settings gedaan. Allee, van 2K en zo gedaan. En mijn gamevideo's zijn ook op 2K, maar dat is op preview. Dus ik weet niet dat er echt heel veel verschil op zit. Maar als ik mijn gamevideo's ook op best zet, dan slaagt alles vast. Dan crasht mijn computer zo, bij wijze van spreken eigenlijk. Dat is gewoon... Dan staat dan een freeze en mijn rendering slaagt vast. Dus ik weet eigenlijk niet wat het probleem daaraan ligt. Maar bij mijn weekvlogs lukt dat wel, dus ik vind het heel raar. Maar ik denk dat het gewoon is met mijn OBS en zo, dat ik eigenlijk met verkeerde settings aan het renderen. Opnemen ben. Dus ja, ik denk dat daaraan ligt. Maar het maakt allemaal niet uit. Ik ga de film kijken. Dus ik hou jullie nog op de hoogte. Dus
Let's go.